Nou, dit is, ik denk dat de Robin Hood is naar de beurs gegaan. En het staat een beetje symbool voor jongeren die aan het beleggen zijn. En ik overal in de wereld, ook in Nederland, zijn afgelopen anderhalf jaar een hoop jongeren gaan beleggen. Ja, dat, jij hebt een beleggingsapp, daar luisteren honderdduizenden jonge mensen naar. Of, beleggingsapp, een podcast, excuus. Honderdduizenden jonge mensen. Al de helft ongeveer van de nieuwe beleggers is millennial, begrijp ik. Nou ja, ik weet natuurlijk alleen de luisteraars, dus ik kan niet precies zien. Dat zal jij beter weten. Ja? Maar er luisteren honderdduizenden mensen. De jonge beleggers. Klopt, als je naar onze beleggingsapp kijkt, dan de helft is millennial. Ja. En een kwart is zelfs jonger. Jonger dan 25. Mm-hmm. Dus, maar waarom is dit zo belangrijk? Want ik denk dat niet dat we het alleen nu op die coronatijd moeten focussen. Ja, als je even het globalere plaatje plakt, dan de rente staat extreem laag. En die blijft ook nog wel laag. In Nederland hebben we natuurlijk altijd een goudgerand pensioenstelsel gehad. Nou, dat hebben we niet meer. Huizen zijn niet meer betaalbaar. Vroeger kocht je een huis als pensioen, is er niet meer. Je hebt freelancers heel veel. Dus mensen moeten steeds meer voor hun eigen geld gaan zorgen. En er is een hele hype rondom Robinhood over meme stocks, speculeren. En dat is allemaal een beetje negatief. Mm. Maar het feit dat Robinhood naar de beurs gaat, dat er heel veel mensen klant zijn, en dat gebeurt ook in Europa, dat betekent dat beleggen onder jongeren serieus genomen wordt. Om de,